Ik zit hier nou in Leeuwarden, in het hoofdkwartier van de Boze Wolf van Frisian Metal Massacre. Bij Tamme Oosterhof. Kun je jezelf even voorstellen en wat meer over jezelf vertellen? Hoi, ik ben Tamme Oosterhof. Ik heb een platenzaak in Leeuwarden, Big Bad Wolf Records. En wij zijn met een stel vrienden vorig jaar begonnen met Frisian Metal Massacre. En wij brengen nu voor de tweede keer een LP uit. Ja, de FMM, Frisian Metal Massacre, deel 2, ja. Ja, wat moet ik daarover vertellen? Naast mij zit trouwens Jelle. Ja, Jelle. Tuurlijk, wie anders. In ieder geval, wat erop staat, zijn Friese bands. Dus alleen maar uitsluitend Friese bands. Die selecteren we zelf. We nodigen mensen uit en op basis van hun materiaal, wat wij kennen en aangeleverd krijgen, nou ja, selecteren we ze dus. En dan krijgen ze de kans om op die LP te verschijnen. In dit geval dus het al deel 2. Ja, hoe is Frisian Metal Massacre eigenlijk ontstaan? Frisian Metal Massacre is ontstaan vorig jaar, om maar in het goed Fries te zeggen, na een brain fart. Omdat ik van een bepaalde band hier uit Leeuwarden, die bestaat helaas niet meer, Post Human, een cd kreeg waar ik vandaag, dat is toch jammer dat die jongens er helemaal niks mee doen. En toen heb ik gezocht naar sponsoren voor deel 1 en die heb ik wonder heel snel gevonden. En toen konden we met elkaar een LP uitbrengen. En in principe zou het daarbij blijven, maar toen heb ik met onder andere dus Jelle Hamstra en Ferdinand Waanders overlegd. Van hey jongens, het zou mooi zijn om hier verder mee te gaan. En zie hier de nieuwe LP die hier ligt nu. Nou, jullie hebben vorig jaar een eerste editie uitgebracht en daar ter gelegenheid daarvan ook een feestje gegeven en alle bands laten optreden. Hoe is de vorige editie gegaan? Hoe is het ontvangen bij luisteraars van de LP en mensen die je bands bezochten? Over het organiserende deel kan ik alleen zeggen, ja, we hebben dat te danken natuurlijk aan Romein, Poppodium Romein, zeker de Wietse Meensma. Die vond het idee zo geweldig en Romein was ook een van de sponsoren, dat die gelijk zei van jongens, ik ga wat leuks regelen voor jullie. En wij leverden dus de bands en wij mochten toen in het voorprogramma van Gordy Tront in een afscheidstour mochten wij dus toen spelen. Maar het muzikaal gedeelte werd Jelle weer mee van, want die heeft daar meer verstand van. Ja, het muzikale gedeelte. Nou ja, wat was de vraag eigenlijk? Ik bedoel, wat wil je weten daarover? Ja, hoe de eerste editie van Frisian Metal Massacre was gegaan in de avond. Muzikaal gezien, de reacties daarop waren ja, volgens mij alleen maar positief. Ik heb eigenlijk geen slecht woord die avond gehoord. Het was ook natuurlijk meer gezellig, veel bier. Nou ja, je kent het wel. Dus dat is gauw gezellig. Maar nee, volgens mij is het positief ontvangen allemaal. Ja. En ook dit jaar gaat Romein weer samenwerken met ons voor de tweede LP. Ook weer een geweldige release party organiseren. En dat is dit jaar op 16 september. En dat is weer een Romein en dat is gratis intrede. So be there or be in jouw kantje. Ja, be square. Precies. Wat verwachten jullie van de tweede editie? Ja, dat moet turbo worden. We moeten nu onszelf op een kaart zetten dat we toch landelijk, dat de mensen naar ons gaan kijken van hey, wat gebeurt daar in het hoge, koude, vieze noorden daar, ja, bij die Friezen. Het is toch moeilijk te zeggen nu wat er gaat gebeuren, maar alleen ja, wij weten, deel 1 is er. En dat is bij bepaalde mensen is het bekend en die krijgen gewoon deel 2 weer. En zo hopen wij dat, ja, voor ons hoeft het niet per direct allemaal groot en ja, bekend en whatever. Maar we verspreiden het gewoon over een aantal jaren. En volgend jaar komt er een deel 3 en dat jaar daarom deel 4. En zo gaan we gewoon door. En dit gaat geen geld opleveren. Dit gaat alleen maar geld kosten en tijd kosten voor ons. Maar wij doen het allemaal voor het goede doel en dat is de metal. In het algemeen, de metal. Dus het hoeft niet specifiek heavy metal, hard rock of black metal, death metal te zijn. Het is metal in het algemeen. Zo doen wij dat. En in het kielzorg van deze tweede LP hebben wij nog een ideetje gekregen voor de bands die daar nog niet zijn op het niveau wat wij zoeken. Gaan wij dit jaar ook nog een cd uitbrengen. En die heet dan de Frisian Hard and Heavy Volume 1. Ja. Oké, okay, is er al bekend welke bands daarop komen te staan? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben een hele lijst natuurlijk. Maar die houden we nog even een beetje achter de hand. Want het is allemaal, het moet nog gestuurd worden naar de drukker en alles. Dus dat houden we nog even achter de achterhand. Dus luisteraars, dat houden jullie nog even te goed. Ja, nog een vraag die ik had is, hoe worden de bands eigenlijk uitgekozen?
Ja, dus, hoe komt dat tot stand? Wat ik net zei, wij nodigen ze zelf uit. Wij hebben toch wel redelijk een zicht over wat voor bands hier rondlopen in Friesland, in het noorden. En die nodigen we uit. En op basis wat ik zei, wat van hun materiaal, wat wij kennen en wat we krijgen, nodigen we ze uit voor die LP. Ze krijgen een voorstel. En als ze daarmee akkoord gaan, staan ze op die LP. Zo simpel is het. Precies. Nou, had ik nog een vraag. Ja, die hebben jullie al een klein beetje beantwoord. Maar zijn er nog meer plannen die jullie voor in de toekomst hebben? Ja, zeker. We zitten vol plannen. Eigenlijk is door dit geheel... kijk, het is ontstaan hier in de platenzaak bij Big Bad Wolf Records. Maar het is, toen is het Friese Metal Massacre geworden. En daaruit is eigenlijk Metalization ontstaan. En Metalization was eigenlijk al een idee van Ferdinand. Alleen er bleef wat op de plank liggen, dat idee. En dit was natuurlijk een mooie gelegenheid om dat naar buiten toe te brengen. En dat is ook nu helemaal gelukt. Dus we worden binnenkort, we zijn nu een stichting in wording. En we gaan daar echt op doorbreiden. En qua plannen, nou, we weten niet waar dit... Het begin weten we nu wel, maar dit zal waarschijnlijk niet eindigen ergens. En we barsten van de energie. We hebben heel veel vrijwilligers. Dus we weten niet waar het allemaal heen gaat. Maar onze echte plannen is eigenlijk om ook in Groningen ditzelfde te doen. En daar komt binnenkort zeker nieuws vandaan. En er zijn een paar mensen die kunnen hem maar klaar houden. Maak hun bos maar nat. Ja. Muzikale bos dan. Toch, Jan? Ja, kun je daar al wat meer over verklappen? Of, Wij gaan samen met proberen, om dan met jou dus in dit geval... proberen wat Melanie misschien zegt. om een paar bands toch hier naar Leeuwarden te krijgen voor op een zondagmiddag om even een vergaderingetje te doen en dat ze even naar ons voorstel willen luisteren en kijken wat er dan gebeurt. En dan is het echt de bedoeling om een Groninger of een Grunninger, dat maakt niks uit, een metal massacre uit te brengen. En in wat voor vorm en hoe, dat zal misschien niet hetzelfde kunnen als een Friesian Metal Massacre. Omdat er toch, vanwege de provincie, hebben wij toch wat meer steun daarvoor. En ik weet niet hoe dat daar in Groningen gaat. Ja, dat moeten we zien. Dat is afwachten. Ja. Maar dat is maar net wat de band zelf ervan verwachten. En waar ze zijn in staat toe zijn om ons daarin te helpen. We zien dat, zullen we het zien. Ja. Ja, eventueel sponsors en we zien het wel. Al wachten. Maar er zijn dus mensen die krijgen binnen 4, 5, 6 weken een uitnodiging. Dus dat wordt nog even spannend voor de luisteraars. Nou, dan zijn we ongeveer aan het einde gekomen. Ik heb nog één vraag en dat is... is er nog iets wat jullie zelf nog aan de luisteraars mee willen delen? Ja, één ding. Support your local scene. That's it. Juist, altijd naar concerten gaan. De volgende boer. Wat verdomme. Godvergeer me. Oké, bedankt. Ja, ook.